Maar eerst gesels Eloise met Christo en Jan van de CSN. Ik gesels natuurlijk met Christo Snijstrijdom en Dr. Johan Ferreira van Christo Strijdom Nutrition. Dat is waar voor CSN staan. Dat is right. Wonderlijk. Voordat jullie laatst bij ontbijtzaken was, waarmee was jullie daar bezig? Ja, nee, jong, baie dinge het gebeur en mense het seker al gesien door die rapport in die koerante en op die nuuskanale van Boesie. Sy het vir ons kom kuier daaronder, sy is hier weg met die ambulance. En dit was toevallig in dieselfde tyd wat ons verlede keer hier gewees het, en sy opgelaai het, spesiale ingerigte. En sy het teruggekom, na 20 jaar kan sy loop, sy het afgeklim, sy het gevlieg, en sy het op die lughawe geloop, sonder kurke, sonder enige iets. Sy het by haar huis ingeloop. Sy is semi-gesond. Nou, baie van hulle, hierdie limfedemies het begin loop. Die tweede ding wat nou maar gebeur het, is die metaboliese navorsingscentrum is gestig in samenwerking met die universiteit in Bloemfontein. Hierdie mense het soos Dr. Ferreira nou maar gesien hierdie jare wat ek doen. Dr. Ferreira het ek 35 jaar terug geleer vlieg en hy het my dop gehou met die pilot diet en hy het alles gesien wat gebeur het en hy het baie keer sy asem opgehou. Want hy het al dit mag gedink, ek is dalk roekeloos en dit was teen die dogma van die mediese wêreld. Mm. Nou is dit so dat hulle het hierdie verandering gesien, wat gebeur met mense met diabetes en aangewante siektes. En daar sê die mense genees. Mm. Nou gaan ons binne 10 daar Dokter, die mense. Dokter, excuus, dit klink half, dit is een story, kan het alles waar wees? Ja, nee, kijk, ons het, bijvoorbeeld, ek gaan net een patiënt noem, meneer Walters Leroux, wat type 2 diabetes was. Hij was op antidiabetische orale middels 1 op insuline. Hij die program begin. Binnen 24 uur heeft hij mij gebeld en gezegd: zijn bloedsuiker is nu 4,5. Ons was noodgedwongen zijn insuline staak. Die 24 uur later, toen bellen mij toe sê, sy suiker is nog steeds dieselfde. En toen stop ons die antidiabetische orale middels. So, hoe lang had hij dat gebruik voor die oomblik? Hij heeft het voor een paar jaar gebruikt, zover ik weet. Ja. En dat is nu 5-6 jaar geleden. Hij is nog altijd zonder enige behandeling. Hij heeft 80 kilogram gewicht verloren. En hij gaat aan. Wauw. Christ... Hij is gezond. Joef, Christo, ik hoor nou ook dan nou, dat jullie diabetes reversal clinics en seminaren gaan beginnen. Vertel eens ja, gerust kijk, ons kan die wereld nou iets en die universiteit heeft gezien wat ik doe en hulle het mij genader en ik is hand aan hand nou met hulle met die toetsen mij goed moet wetenschappelijk bewijs word. Ik is niet tevreden nie, daar is soveel van jullie programma wat eindelijk net een geldmakerij is. Ik is trots voor jullie ding en ik het gezien, ons het medisch bewijs in onze statistieken van 35 jaar. Oor wat gebeur het in hierdie ding in die onderwereld. Nou is dit daar en ons gaan nou by al my hotelle en so aan, die mense kan nou inskakel. En so, maar ek wil ook dan nou ook weet vir iemand wat in by die huis wat nou net die moontlikheid het om na julle toe te kan kom nie. Sal hulle hierdie by die huis kan aanpak? Ja, hulle moet maar inskakel by die op ons netwerke en so aan en hulle kan die goed bestel. Maar verkieslik. Ons gaan hierdie groepe by mekaar trek, 30, 40 op 'n slag en ons gaan diabetes reverse. En ons glo dit is die eerste van hierdie soort nou in die wêreld. En ons sal dit so dokter, die reversal proses is biologies en wetenskaplik moontlik. Wel, ons het nou die gemoedsrus dat hierdie program is nou gaan getoets word, die diabetiese by die metabolische kliniek en ek kan nie dink dat hulle gaan positieve resultate vir ons gee. En is 10 dae. In 10 dae. 10 dae gaan ons hierdie reversals doen. Ek weet wat ons doen. Wel, so mense kan daar op jou webblad gaan kyk vir nog inligting en kyk waar kan hulle ons. En ook die vet eliminasies. Ons gaan al hierdie goede nou vet eliminasies. Op doen. Julle het eerste hier op ontbijtsake gehoor, so maak seker julle gaan kyk en maak kry al die inligting wat julle nodig het. Ons kyk nou na Remo Motors in Pretoria en dan sit terug na Celine in die ontbijtsake kombuis.